Naast mij staat Rian Erades, psycholoog, verbonden aan het obesitascentrum. En Roos van der Ven, diëtist. Welkom. Rianne, mag ik jou meteen het woord geven? Ja, dankjewel. Laten we beginnen bij de opmerking dat na of om een bariatrische ingreep heen start je eigenlijk vooral een heel proces wat vooral gaat over gedragsverandering. Leefstijlverandering, die term is al vaak genoemd. Wat we vaak eigenlijk zien bij mensen is dat ze als ze op lange termijn succes halen uit zo'n ingreep, is dat het vooral valt of staat met lukt het je om die leefstijl goed aan te passen. En aan te passen, dat zit op je gedrag. Daar is vooral de psycholoog de expert in, zeggen we dan maar. Ja, er komt nogal wat op mensen af op het moment dat ze een bariatrische ingreep ondergaan. Er gebeurt van alles met je lichaam. Vanzelfsprekend moet je ook aan de slag met dat lijf. Mag gaan sporten, bewegen, moet dus keuzes maken. Wat zou je dan willen doen? Maar afvallen maakt ook dat je lijf verandert. Dat je letterlijk soms een heel ander mens in het spiegelbeeld ziet. En er gebeurt ook psychisch veel met mensen. Je zelfbeeld, je identiteit, beweegt eigenlijk mee met hoe je daaruit ziet. En is ook onder invloed van hoe je in je lichaam zit. Tot slot, sociaal zie je veel bewegingen. Mensen reageren misschien anders op je. Mensen steunen je of juist niet. Beide komt eigenlijk wel voor. En we zien ook wel eens dat de mensen die juist waarvan je verwacht, die gaan me juist steunen in dit proces. Dat die misschien juist minder een rol kunnen spelen. Dat later heel onverwachte mensen in je omgeving juist wel de steun kunnen bieden. Denk ook in dat sociale netwerk niet alleen aan partner, familie, maar zeker ook een werkomgeving. De mensen die je op straat tegenkomt, die opmerkingen maken over je uiterlijk. Soms, wat ben je mooi geworden? Waar ik ook nog wel eens mensen hoor zeggen, was ik voorheen dan niet mooi? Dus dat doet nogal wat met mensen, hoe ook die omgeving reageert. En dat alles is wel, het staat onder levenslang. De rest van je leven zijn dit punten waar je in beweging bent en waar je andere dingen tegen kunt komen dan dat je eigenlijk voorheen gewend was. Wat doet nou de psycholoog op het obesitascentrum? In de eerste plaats zijn wij betrokken bij de screening. In de screening gaat het vooral over eigenlijk de centrale vraag: past deze ingreep op dit moment in uw leven? Gus refereerde er straks al aan. Eigenlijk 10% van de mensen trekken we de conclusie bij dat dat op dit moment niet het geval is. Ik wil niet zeggen dat het nooit aan de orde zal zijn, maar wel dat het op dit moment om wat voor reden dan niet past. Redenen daarvoor liggen vaak ook in eigenlijk risicofactoren die deels ook al wel benoemd zijn. De psychopathologie, bijvoorbeeld een depressie die op dit moment eigenlijk in de weg staat van het veranderen van je gedrag, van die leefstijlverandering. Het spreekt voor zich op het moment dat je nu heel somber bent, zal dat eigenlijk belemmeren om de energie op te brengen om dingen heel anders aan te gaan pakken dan voorheen, naar de sportschool te gaan, de juiste producten uit de winkel te halen. Daarnaast ook eetpathologie, eetbuien, worden niet opgelost door een operatie, zeggen wij wel eens, eigenlijk als een open deur. Maar dat zijn wel zaken die van tevoren eigenlijk behandeld en weg moeten zijn voordat je goed kunt profiteren van het hulpmiddel wat eigenlijk die operatie is. Omstandigheden tot slot, de situatie waar jij je op dit moment in bevindt. Denk aan een overlijden in de familie die je aandacht opslokt. De steun die je op dit moment mobiliseert. Het al in afrondende fase van een studie zitten op dit moment. Zijn allemaal omstandigheden waarover we in gesprek gaan. Goh, is dat op dit moment dan allemaal het goede moment om zo'n intensief traject in te stappen wat toch wel samengaat met die operatie? Nou,
ik zeg ook al, we gaan daarover in gesprek. Dus wat ons betreft is dat ook een open gesprek. Wat vooral gaat over wat is dan het beeld wat de patiënt daarbij heeft. Hoe heeft die patiënt daar van tevoren al over nagedacht? Wat is ook zijn plan om met eventuele lastige situaties om te gaan? En in dat kader zullen we ook naar het verleden wel kijken. Hoe ben je in het verleden al met lastige situaties omgegaan? Als er van e-pathologie sprake is geweest, hoe ben je daar in het verleden mee omgegaan? Hoe is dat op dit moment misschien wel niet meer aan de orde? Psychopathologie, depressie in het verleden, ben je daar succesvol voor behandeld? Dus in dat kader vragen we ook altijd om die informatie mee te nemen naar een screeninggesprek, een eindbrief van een behandeling, zodat we daar een goed inzicht in kunnen krijgen. Dan is de psycholoog ook betrokken bij het natraject, dus de periode na een operatie. En dan zijn wij vooral in groepsessies betrokken, waarin mensen de ruimte krijgen om ook met elkaar ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar, met elkaar. Goh, waar lopen we allemaal tegenaan? Want het is toch niet zelden dat het leven ons misschien op andere manieren uitdaagt dan we van tevoren ook hadden kunnen voorspellen. En daarnaast is er eigenlijk de begeleiding op maat mogelijk bij datgene waar mensen soms tegenaan lopen. Dus dat is van tevoren nooit goed te voorspellen. Maar dat is wel iets waar patiënten zelf hun vragen in kunnen stellen. Dan geef ik het woord aan Roos. Kijk, het zal als het goed is voor niemand als verrassing komen dat voeding ook een groot deel inneemt in dit traject. De meeste mensen die bij ons komen, eigenlijk bijna allemaal wel, hebben al verschillende dieetpogingen gedaan. Hebben al een hele geschiedenis met diëten. En wat wij vooral heel belangrijk vinden is om aan te geven wat nou ook wat eigenlijk anders is aan zo'n operatie ten opzichte van een dieet. Als we kijken naar diëten, dan zien we eigenlijk dat mensen heel drastisch hun voedingsaanpak gaan aanpassen. Dus ze gaan drastisch minder eten of drastisch hele grote veranderingen aanbrengen in hun voedingsgewoonte. Met als gevolg dat het op de lange termijn niet goed vast te houden is. Mensen vallen soms wel af, soms maar minimaal of zelfs niet. Maar echt het volhouden op de lange termijn, dat is over het algemeen heel lastig. En dat maakt dat bij een normale dieetpoging de kans op terugval heel groot is. En dat we dat dus ook vaak zien. En we horen ook vaak van mensen terug dat ze heel bekend zijn met dat jojoen wat we vaak horen. Nou, bij zo'n maagverkleinende ingreep is dat toch net iets anders. Die operatie die zorgt er eigenlijk voor dat het volume van de maag ook een stuk kleiner is. Dus mensen kunnen kleinere porties eten. En zoals dokter Van Montfort eerder ook al heeft verteld, neemt in sommige gevallen het hongergevoel ook af. Of blijft zelfs helemaal weg gedurende een tijdje. En dat maakt dat de voedingsinname natuurlijk ook omlaag gaat. En dat het gewicht ook flink kan dalen. We zien zelfs dat bij zo'n operatie het gewicht vaak meer daalt dan bij een reguliere dieetpoging. Dus de operatie is echt een hulpmiddel om dat gewicht goed kwijt te raken. Maar ook daar blijft dat risico op terugval bestaan. Ook bij een maagverkleinende ingreep is het dus heel belangrijk om zelf aanpassingen te maken in je leefstijl. Ook dat heeft dokter Van Montfort al een aantal keer benoemd. Maar die leefstijlaanpassing is heel belangrijk om dat effect van die operatie ook op de lange termijn vast te houden. Dus die leefstijlaanpassingen, dat is iets waar we ook hier in samenwerking met de psycholoog, met de dokters, met de fysiotherapeuten heel erg naar streven. Om dat risico op terugval dus ook na een operatie zo min mogelijk te houden. Als we dan kijken naar de voedingsadviezen na een operatie, dan is een van de belangrijkste dingen misschien wel de regelmaat in de voeding. De maag is een stuk kleiner, dus de opslagcapaciteit van het lichaam is ook een stuk kleiner. Waardoor het belangrijk is dat mensen toch wat vaker op de dag gaan eten om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen om het lichaam goed te laten functioneren. Dus dat vaker op de dag eten met een goede regelmaat is iets wat we heel belangrijk vinden. In de praktijk komt dat vaak neer op 3 hoofdmaaltijden en zo'n 3 tot 4 tussendoortjes op de dag. Wat we dan belangrijk vinden is dat daarbij ook de juiste productkeuzes gemaakt worden. Daar helpen wij natuurlijk ook bij als diëtisten. En een van de belangrijkste dingen die dan terugkomen zijn de eiwitten in de voeding. Eiwitten zijn de bouwstoffen van het lichaam. Dus die zijn vooral nodig om het lichaam goed te onderhouden tijdens dat afvalproces. Maar ook om het goed te laten functioneren op de lange termijn.
Verder kijken we natuurlijk ook naar andere dingen in de voeding. Hè? Dus de hoofdfocus ligt op die eiwitten. Maar als diëtisten kijken we ook mee of dat het voedingspatroon in zijn geheel volwaardig is. Denk bijvoorbeeld aan vitamine en mineralen. Maar we kijken ook mee naar andere dingen, zoals bijvoorbeeld vezels in de voeding. Dus we kijken eigenlijk naar het gehele pakket. Wat we ook belangrijk vinden, is dat de mensen zelf een beetje de inschatting kunnen maken van welke producten zijn nou wel goed voor mij en welke niet. En dat is ook waarom een belangrijk deel in ons natraject zich richt op het etiket lezen. Zoals al eerder verteld, ons natraject schikt over 5 jaar. Dus we hebben een 5-jarig natraject. Maar ook na die 5 jaar is het belangrijk dat mensen de juiste leefregels erop nahouden. Dus de juiste leefstijl vasthouden. Dus ook na die 5 jaar vinden we het belangrijk dat mensen zelf kunnen inschatten welke producten wel of niet goed voor ze zijn. Natuurlijk snappen we ook dat het op de lange termijn haalbaar moet zijn. Hè? We willen dat dit levenslang volgehouden kan worden en dat het dus geen nieuwe dieetpoging wordt. En dat is ook de reden dat we echt wel begrijpen dat er af en toe een uitzonderingsproduct voor mag komen. En dat is ook menselijk. Dus er mag gerust een keer een uitzonderingsproduct gebruikt worden. Zoals een gebakje op een verjaardag of een schaaltje chips in het weekend. We weten dat dat er ook bij hoort, maar dat proberen we wel te beperken. Dus we proberen het te houden op maximaal 2 uitzonderingsproducten in de week. Verder is het nog belangrijk dat er natuurlijk genoeg gedronken wordt. 1,5 liter per dag. Dat is niet anders dan voor de gemiddelde Nederlander. Maar wat wel blijkt is dat het voor de gemiddelde patiënt na zo'n operatie soms best lastig kan zijn om die 1,5 liter te halen. Het heeft ook weer meteen te maken met de eettechnieken die veranderen. Na zo'n operatie zal toch op een andere manier geleerd moeten worden om te eten. Het is de bedoeling dat we met regelmaat eten natuurlijk, maar ook dat er langzaam en rustig gegeten wordt. Dat er goed gekauwd wordt, maar ook het drinken kan niet meer in volle teugen. Dus dat moet ook met kleine slokjes tegelijk. En we willen graag dat het eten en het drinken 30 minuten van elkaar gescheiden wordt. En die eettechnieken maken onder andere dat het zeker in het begin best wel veel plannen wordt. Dus de eerste maanden misschien na de operatie zijn mensen vrij veel bezig met wat moet ik nou eten, wanneer moet ik eten en het plannen van die eet- en drinkmomenten. Er zijn verschillende fases rondom zo'n operatie. In principe zijn er 3 fases. De fase voor de operatie, waarop we gaan starten met een shake-dieet. Bij overgewicht zien we vaak dat de lever wat vergroot is. En de lever ligt precies in het operatiegebied. Dus om de kans op complicaties wat te verkleinen, willen we graag dat de lever wat slinkt. Nou, door dat shake-dieet kunnen we dat dus voor elkaar krijgen. Dus vandaar dat iedereen 2 tot 3 weken voor de operatie gaat starten met een shake-dieet. 2 weken na de operatie volgt een vloeibaar of gemalen dieet. Het doel van dat vloeibare of gemalen dieet is om dat operatiegebied de rust te geven om goed te herstellen. Dus dat daar niet te veel druk op komt te staan, zodat dat netjes de tijd krijgt en de rust krijgt om goed te herstellen. Na die 2 weken vloeibaar of gemalen voeding mogen mensen beginnen met een energiebeperkt eetpatroon. En dan kunnen we gewoon denken aan die 6 eetmomenten op de dag, waaronder bijvoorbeeld 2 keer per dag een broodmaaltijd, een warme maaltijd en 3 keer per dag een eiwitrijk tussendoortje. Wat verder nog belangrijk is om te weten is dat eigenlijk levenslang gebruik zal moeten worden gemaakt van een multivitamine en mineralen supplement. Het heeft ermee te maken dat er minder gegeten wordt op de dag. Dus mensen krijgen ook minder binnen via de gewone voeding. Maar ook omdat er een ingreep is gedaan waardoor de opname van die vitamines en mineralen een stuk minder is. En dat maakt dus dat de rest van hun leven een multivitamine supplement gebruikt moet worden. Dat kan niet zomaar een multivitamine supplement zijn. Het moet echt een hooggedoseerd supplement zijn, omdat er dus een operatie is gedaan in dat opnamegebied. Wij adviseren in ons centrum de Fit4Me, omdat deze bewust hoger gesuppleerd is en wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar de opname van die vitamines bij mensen met een gastric bypass en een sleeve. Dus daarvan is in ieder geval aangetoond dat de opname van de Fit4Me voldoende aansluit bij de behoeften van iemand na zo'n operatie. Het nadeel is helaas dat de multivitamine niet bekostigd wordt door de zorgverzekering. Dus die wordt niet vergoed. Dus dat mensen die wel zelf moeten aanschaffen en zelf moeten betalen. Naast het multivitamine supplement zullen de mensen ook nog een calciumvitamine D supplement moeten gebruiken. En die krijgen ze wel op voorschriften vanuit ons centrum. Oké, dank je Roos. Duidelijk verhaal. Rianne, ook bedankt. Ik begin meteen met jou, Roos. Wat zijn de kosten voor deze multivitamine?
Dat hangt er een beetje van af. De kosten fluctueren natuurlijk ook steeds. Dat hangt ook af van het... Dat kan verschillen, zo moet ik het zeggen. En het hangt er ook een beetje van af of je de sleeve hebt gehad of de bypass hebt gehad. Daarbij is het ook nog zo dat als je ze voor een langere tijd aanschaft, bijvoorbeeld voor een half jaar in één keer, dat er een kortingspercentage op wordt berekend. Maar ik geloof dat als je de multivitamines voor een half jaar vooruit bestelt, dat je voor de bypass geloof ik 36 cent per dag kwijt bent en voor de sleeve zo 29 cent per dag. Oké, dank je. Mag ik naast de maaltijdvervangers nog eten of drinken? Nou, het doel van die maaltijdvervangers, ik denk dat je dan refereert naar dat shake-dieet die 2 weken voor de operatie. Het doel daarvan is natuurlijk om die lever wat te laten krimpen en daarmee de kans op complicaties te verkleinen. En als we dan naast dat shake-dieet gaan eten, dan doen we eigenlijk het effect van dat shake-dieet niet. Dus liever zien we dat natuurlijk niet, om het effect van dat shake-dieet zo goed mogelijk te laten zijn. Wel is het belangrijk dat er naast dat shake-dieet 2 liter per dag gedronken wordt. En daarvan mag gerust 2 keer per dag een magere drinkbouillon gebruikt worden. Ja, en de rest is dan water of water, thee, denk ik. Ja, water, thee, koffie zou je aan kunnen denken, maar dan wel zonder toevoegingen van melk, honing of suiker. Oké. Ik heb suikerziekte. Moet ik dan iets doen voor de operatie? Dat is een hele goede vraag. Wij zien natuurlijk best wel veel mensen met suikerziekte in ons centrum. Zeker omdat dat soms gerelateerd kan zijn aan overgewicht. Het is wel belangrijk om in ieder geval contact op te nemen met de diabetesverpleegkundige. Want na zo'n operatie gaat er allereerst van alles veranderen in de voeding. Waardoor daar mogelijk de medicatie op aangepast moet worden. Maar het is ook zo dat de operatie verschillende lichamelijke processen verandert. Waardoor ook de medicatie anders ingesteld moet worden. Dus het is in ieder geval belangrijk dat de diabetesverpleegkundige daarvan op de hoogte is. En dat daar korte lijntjes mee zijn om zo nodig de medicatie aan te passen. Maar met diabetes kun je zeker gewoon alle leefstijladviezen goed doorvoeren. Ja. Oké, dank je. Hoe haal je de 1,5 liter drinken als je ook nog 6 keer op een dag moet eten? Dat horen we ook heel vaak. En zoals ik net al zei, dat is zeker in het begin echt wel een kwestie van plannen, plannen en plannen. Dus we horen vaak ook dat daar zeker de eerste maanden heel veel tijd en energie in gaat zitten. Om dat goed in elkaar te schuiven en te plannen. Nou is het wel zo dat het om 1,5 liter vocht gaat en niet om 1,5 liter water. Dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald. En met vocht bedoelen we eigenlijk alles wat vloeibaar is. Dus als je een schaaltje kwark of yoghurt gebruikt als eiwitrijk tussendoortje, telt dat ook al mee voor je vochtinname. Dus dat maakt het al iets makkelijker. Maar ondanks dat blijft het zeker in het begin echt wel een kwestie van plannen, plannen en plannen. Maar ook daar zijn wij natuurlijk voor. Mensen komen bij ons in het natraject en we gaan regelmatig gewoon samen mee puzzelen om dat toch in de dagen in te passen eigenlijk. Ja. Oké. En mag je dan na een operatie alleen nog maar light producten? Dat is ook een goede vraag. De voordelen van light producten zijn soms best wel overredend, om het zo te zeggen. Light wil namelijk zeggen dat er 30% minder van iets in een product zit. En dat kan suiker zijn, vet zijn, calorieën zijn. Maar dat wil dus niet zeggen dat het per definitie gezonder is. Dus als een fabrikant zegt light, want 30% minder vet, dan zegt dat niets over de suikers die misschien aan dat product zijn toegevoegd. En dat is ook de reden waarom dat etiketlezen wel in ons natraject terugkomt. Zodat we mensen wel leren om te kijken, ja, waar moet ik nou wel of niet op letten en wanneer is het nou wel of geen goed product. Dus, ja. Okay. En net zoals zoetstoffen bijvoorbeeld? Het liefst zien we ongezoete producten, dus natuurlijke ongezoete producten. Maar zoals ik al zei, het is de bedoeling dat het wel levenslang vol te houden is en dat het geen dieet gaat worden. Dus we kunnen ons ook wel voorstellen dat het voor de variatie misschien wel eens prettig is om een suikervrije limonade te gebruiken bijvoorbeeld, of frisdrank. De voorkeur gaat dus uit naar natuurlijk en ongezoet. Maar zoetstoffen zijn wel in de EU veilig geacht en zorgen niet voor gewichtstoename. Dus ze mogen wel gebruikt worden. Bij frisdranken komt daar wel nog even bij dat koolzuur, hè, zoals Marieke eerder al heeft benoemd, soms wat klachten kan veroorzaken. Dus daar moeten we wel alert op zijn. Ja. Ja. Oké. Kan ik nooit meer naar een restaurant? Dat is ook een vraag die we wel vaker terug horen.
Tuurlijk wel, eigenlijk. Zoals hè, nog een keer, het is een leefstijl en geen dieet. Dus ook die dingen, die leuke dingen met vrienden naar een restaurant, dat moet gewoon blijven kunnen. En zoals ik al zei, je mag gerust een keer een uitzondering maken. Het is niet zo dat je 7 dagen in de week continu gezonde producten moet kiezen. Er mag echt wel een keer een uitzondering tussen zitten. En vaak zeggen we, hè, als je weet dat je op zaterdag uit eten gaat, hou daar dan de rest van de week een beetje rekening mee. Dan kun je die zaterdag ook lekker meedoen. En wat de praktische haalbaarheid betreft, hè, want met die kleine maag kan dat toch soms misschien wat lastig zijn. Ook daar zijn genoeg tips voor te bedenken. Sommige mensen bestellen bijvoorbeeld een hoofdgerecht en gebruiken dat als, een voorgerecht en gebruiken dat als hoofdgerecht. Of mensen gaan tapas eten, zodat ze standaard al kleinere porties hebben en toch wat gerechtjes mee kunnen doen. Zo zijn er nog wel wat tips te bedenken. Dus het kan zeker, rekening houdend met die uitzonderingsproducten. Ja. Oké, ja. Oh, fijn. Goed om te horen. De volgende vraag. Ik lees op Facebook dat de psycholoog eigenlijk beslist of ik geopereerd word. Klopt dit? Nee, dat klopt niet. Op het moment dat iemand door een screening is geweest, is hij door een aantal mensen gezien. Hè? De verpleegkundige, de psycholoog, de fysiotherapeut. Die hebben allemaal gesprek gehad met de patiënt. En uiteindelijk gaan we dat in ons gezamenlijk multidisciplinair overleg, gaan we die gegevens bij elkaar leggen. En dan is de chirurg in principe degene die eigenlijk als regiebehandelaar daarin de keuze maakt. En daarin gaan vooral gezondheidsaspecten spelen die een rol. Dus wat ik straks al zei, is het op dit moment een goede keuze om die ingreep te doen in het grote plaatje van de gezondheid van de patiënt. Wel is het zo dat de input van de psycholoog, als in het kunnen veranderen in gedragsaspecten, die leefstijlaanpassingen die eigenlijk in meerdere presentaties al terugkomen, dat die dus wel heel, heel duidelijk worden meegenomen in die beslissing. Dus de input van de psycholoog is wel degelijk, een hele bepalende. Maar is altijd onderdeel van het grote geheel en de algemene beslissing die vooral ook door de chirurg genomen wordt. Ja, ja. Oké. Een lange vraag. Even kijken. Ik ben 2 jaar geleden bij een psycholoog geweest en heb een ingrijpende gebeurtenis gehad op mijn werk. Dit had niets met eten te maken. Moeten jullie dan toch een brief hiervan hebben? Ja, die zien we wel graag. En wat ik net al zei in die screening, ik denk dat het daar met name over gaat hier. In die screening willen we het er met mensen over hebben. Past die operatie nu in je leven? Maar kijken we ook in algemene zin naar hoe ga je om met verschillende situaties en gebeurtenissen? En ook in hoeverre, heeft dat dan impact op je eetgedrag? Soms minder bewust of opvallend. Maar wat we zeker van de afgelopen 5 jaar graag terugzien, zijn de rapportages van welke behandeling dan ook die je bij een psycholoog hebt gehad. Omdat het vooral informatie geeft over hoe je eigenlijk met verschillende situaties omgaat. Ja. Ja, en dat is wel relevant voor algemeen gedrag en leefstijlverandering. Ja. Oké. Toen ik 16 was, had ik last van eetbuien. Ik ben nu 40 en heb er nooit meer last van. Moeten we het daar dan toch nog over hebben? Ja, ook daar moeten we het dan toch nog over hebben. Eigenlijk een beetje in lijn met wat ik net al zei. Het is relevant om te kijken, wat is daar dan in gebeurd? Wat was er dan op 16-jarige leeftijd aan de hand? En hoe ging dat dan precies? En hoe komt het dan dat dat nu helemaal niet meer aan de orde is geweest? Ook daarin wil ik het toch wel graag met mensen hebben. Ook al is dit vrij lang geleden natuurlijk. Over is er dan een behandeling geweest waardoor dat nu niet meer aan de orde is? Hoe heeft dat eruit gezien? En hoe heeft iemand wellicht ook anders misschien met zijn emoties of met zijn stemming leren omgaan? Dus dan gaat het meer over het leereffect wat daarmee samenhangt. En hoe iemand dan nu met dergelijke situaties omgaat die voorheen ooit tot een eetbui leiden. Dat is wel hele relevante informatie. Ook omdat we weten dat gedrag in het verleden wel, en ook de veranderingen die we daarin hebben doorgevoerd, dat het vaak ook wel in lijn is met hoe we in de toekomst met verschillende situaties om zullen gaan. Ja, dus dat zorgt ervoor dat je als team dat voor ogen kan houden ook na een operatie. Ja, dat we beeld krijgen hoe een persoon geneigd is met dat soort situaties om te gaan.
Ja, en misschien dat dat ook wel risico's met zich meebrengt waar we alert op willen zijn in de toekomst samen met een patiënt. Maar soms trekken we ook de conclusie, nou, iemand heeft daar prima juist al in geleerd, waar die dus ook in de toekomst weer in zal kunnen profiteren. Dus dan wordt dat juist ook als pluspunt gezien. Ja, oké. Mijn nichtje moest een dagboek invullen. Wat is dat dagboek precies en is dat ook voor levenslang? Ik denk dat die voor jullie beiden misschien kan gelden. Mm-hmm. Ja, als ik kijk naar diëtetiek, dan willen wij in ieder geval heel graag dat dagboek zien. Niet per se om iemand op af te keuren of goed te keuren of iets dergelijks, maar inderdaad om ook inzicht te krijgen in die voedingsgewoonte. En als we dat na zouden vragen, dan gaan er heel vaak gegevens verloren. Dus dan krijgen we geen totaalbeeld van de dag. En dat is niet omdat we denken dat mensen niet eerlijk tegen ons zullen zijn, maar als ik zelf zou moeten benoemen wat ik gisteren heb gegeten, is dat ook niet compleet. Dus we willen zo'n volledig dagmenu eigenlijk, of eigenlijk 2 weken dagboeken, om een goed beeld te krijgen van de situatie van de patiënt. En daarbij geeft het ook wel een beetje bewustwording. Dus patiënten zien zelf ook heel goed in wat ze nou eigenlijk doen. En daar kunnen we natuurlijk weer op doorvragen en op doorgaan. Ja. Ja, en dat geldt voor de psycholoog ook. Wij kijken vooral in zo'n eetdagboek naar de vragen die gaan over, goh, heb je nou een beetje inzichtelijk voor jezelf wanneer je vooral lekkere trek hebt, hè, wat we nog wel eens hoofdhonger noemen, of meer buikhonger, hè, je lichaam vraagt echt om voeding. Kun je dat onderscheid maken, zo ook met emoties en gedachten die gepaard gaan met eten? Het is vaak nog helemaal niet zo makkelijk om dat onder woorden te brengen, wat je nou precies voelt of denkt op het moment dat je eet. Maar daarmee aan de slag gaan creëert wel bewustwording. En geeft wel een beeld en geeft input voor dat gesprek over, goh, hoe gaat dat nou precies rondom eten? Spelen emoties daarbij een rol? We weten allemaal dat we onder invloed van emoties soms wel juist wat meer kunnen eten of andere dingen kunnen of willen gaan eten. Nou, het is relevant om daar inzicht in te hebben vooral. Want ja, hoe beter patiënten daar ook in de toekomst mee kunnen werken, hoe beter ze ook hun keuzes in de verschillende voedingsmomenten kunnen maken. Ja. Oké. Tijdens mijn werk heb ik geen mogelijkheid om zelf het moment of de tijd van mijn pauze te bepalen. Hoe moet ik dat dan doen? Mag ik die aan jou stellen? Ja, dat is goed. Dat is een vraag die ik veel vaker hoor. Ja, dat is natuurlijk, Roos zei net al, het is best wel de verwachting dat er sprake is van veel eetmomenten op de dag. Dat is ook belangrijk. En dat vraagt dus inderdaad best wel wat van mensen door de dag heen. En het is dus inderdaad vooral ook goed om daar nu alvast over na te gaan denken. Misschien ook met een werkgever in gesprek te gaan of te kijken, ja, hoe kan ik daar dan mee omgaan? Hè? Er zijn natuurlijk opties, hè, de makkelijke voedingzaken, die ik van de diëtisten ook wel vaak hoor. Iets te drinken tussendoor. Dus er zijn wel variaties te verzinnen. Waarin het wat makkelijker wordt om even tussendoor wat te eten. Maar het is ook hierin weer, ja, het plannen, wat net al genoemd werd. Denk vooraf na over hoe ga ik dat dan aanpakken. Want het is natuurlijk niet alleen een werkdag. Het kan ook een dagje uit zijn waarin mensen tegen dit soort uitdagingen aanlopen. Ja, je mag niet van tevoren vanuit gaan dat iedereen dan dus ook maar met jou meedoet. Nee. Ik zie hier de volgende vraag ook. Daar staat ook, mijn man gaat niet meedoen. Dat weet ik nu al. Hebben jullie daar tips voor? Ja, dat ligt eigenlijk in dezelfde strekking. Ook dat is natuurlijk een bekend fenomeen. Dat niet je hele gezin zal meteen paraat staan om exact hetzelfde te doen. Het is natuurlijk wel fijn als ze je steunen. Als je het kunt hebben over welke momenten vind ik het nou heel moeilijk als je toch die zak chips opentrekt naast me op de bank. Dus als het gesprek daarover zou mogen gaan, is dat natuurlijk goed. Het is ook goed om te kijken, goh, hoe wil ik dan zelf met dat soort situaties omgaan. Dus bespreken, vooruit plannen, daar alvast over nadenken. Ik denk dat dat de belangrijkste elementen zijn. Want dit zijn voorbeelden van moeilijke, uitdagende situaties die mensen tegenkomen. Ja, oké. Is er iets mis met mij als ik een voortraject moet? Nee, zeker niet.
misschien wel even goed daarop terug te komen. Hè. Er werd eerder al genoemd, dus eigenlijk 10% van de mensen die wij zien krijgt te horen dat het misschien nu niet het juiste moment is om bariatrische ingreep te nemen. Betekent dat die 90% die overblijft, we eigenlijk zeggen, nou, het is op zich prima om die operatie, hè, dat proces van die operatie in te gaan. Maar gedeelte van die mensen krijgt wel te horen, zijn een aantal aandachtspunten waarin we je toch zouden adviseren om ter voorbereiding op die operatie en ook het proces daarna een aantal dingen wat meer onder de aandacht te brengen. En dat kan bij de psycholoog of de diëtist of gezamenlijk een trajectje zijn, wat we dan een voortraject noemen, waarin die aandachtspunten met name onder het licht genomen worden. En aandachtspunten die we dan tegenkomen zijn bijvoorbeeld het emotioneel eetgedrag of nog wat meer kennis en inzicht in die voeding, in die dagschema's plannen. Ja, dat zijn soms zaken die we toch wel belangrijk vinden om van tevoren al wat meer aandacht te geven. En waarin we ook wel van patiënten terug horen die zo'n voortraject hebben doorlopen, dat ze juist ook zeggen, ja, ik heb het gevoel dat ik misschien ook wel beter uiteindelijk aan de slag kan met die nieuwe leefstijl na de operatie. Dus het wordt vaak ook ja, bijna als een welkom hulpmiddel gezien achteraf. Ja, dus ook begrijp ik dat mensen als ze eenmaal voor een operatie gaan ook het liefst snel willen. Ja. Ja, dus dat snap ik ook. Maar ja, een goede voorbereiding is soms ook een beter resultaat. Ja, mooi. Moet ik iets lekkers in huis hebben voor mijn gezin of visite? Ja. Wat vinden jullie? Ik zou zeggen van niet. Maar begrijp ik dat het soms wel zo voelt. Hè? Dat past ook wel een beetje bij onze gewoonte en onze cultuur. Dat we dat vinden of denken dat dat nodig is. Maar ook hier geldt denk ik vooral ook, ga eens bij jezelf te raden of dat inderdaad zo is. Want ja, de gezellige visite komt natuurlijk vooral voor jou en niet voor je lekkere eten. Ja, dat is misschien flauw om te zeggen, maar zo is het natuurlijk wel. Dus ja, als je merkt dat je die pak koekjes wijden dan keurig eentje van uitdeelt aan de visite uiteindelijk zelf opeet. Ja, is het misschien niet verstandig om dat in huis te halen en na te denken over hoe kan ik dat in een andere vorm gieten die wel werkt. Ja. En dat nadenken over die andere vorm, daar kunnen wij natuurlijk wel die hulp in bieden. Hè? Want er zijn wel opties om 's avonds als laatste tussendoortje een soort tapasplankje op tafel te zetten, maar dan met de juiste productkeuze. Dus er zijn echt wel mogelijkheden daarbinnen en daar willen we ook echt wel in meedenken en in helpen. Maar inderdaad goed om wel alvast bij jezelf na te gaan. Hoe sta ik daarin en ja, hoe ga ik daarmee om? Ja, ja, dus als je niet creatief bent, dan mag je gewoon naartoe bij dat centrum bellen eigenlijk. Niet voor niets dat natraject natuurlijk. En we hebben zeker in het eerste jaar heel actief begeleiding vanuit diëtetiek. Maar ook na dat eerste jaar of tijdens dat eerste jaar zelfs mogen mensen altijd bellen voor een extra afspraak. En hetzelfde geldt als ze bekend zijn bij de psycholoog of graag nog een keer naar de fysiotherapeut bij ons willen met wat vragen. Die ruimte is er altijd. Dus, ja. Okay. Is eten bij verveling ook emotie eten? Zal ik die beantwoorden? Ja, verveling is ook een emotie. Dus eten bij verveling is emotie eten. Ja, de term viel al een aantal keren. Hè. Wat we vooral zien is dat we eigenlijk überhaupt wel geneigd zijn eten en emotie te koppelen. Denk ook aan een verjaardag waarin we natuurlijk, hè, zoals hij net al met de visite terugkwam, de gezelligheid en het taartje en iets lekkers op tafel juist ook gebruiken om ons lekkerder te voelen. En datzelfde neigen we soms te doen als we ons niet zo lekker voelen. Om op die manier met eten onszelf wat prettiger te voelen. En dat is eigenlijk een hele menselijke reactie. Daar is op zichzelf niet zozeer iets geks aan of een probleem. Maar wat we wel zien na de operatie is als mensen sterk de neiging om bij negatieve emoties of andersoortige emoties juist te gaan eten. Of andere middelen te gebruiken. Hè? De alcohol kwam eerder al even terug. Dan kan dat wel een probleem vormen in het handhaven van die leefstijl die mensen zich voorgenomen hebben. Ja, want dat kan wel de barrière om misschien toch iets lekkers te pakken, meer extraatjes te pakken dan voorgenomen, wat verlagen. En is eigenlijk een van de grootste
ja, bedreigingen zo gezegd of redenen waarom mensen terugvallen in gedrag. Dus ja, het is wel goed om dat ook op die manier wel te duiden als emotie eten. Waarin kortom niet direct de boodschap is dat er iets mis met je is. Nee, dat is mooi om te horen. Ja. Ja. En goed dat er een na-traject is, hè, waar dat ook weer opgepakt kan worden. Ja. Hè, ja. En dat dat en door jullie tweeën gedaan was en jullie collega's natuurlijk. Nou, ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat mensen op het moment dat ze dat soort zaken tegenkomen, dat is eigenlijk, ja, we weten niet altijd wat ons gaat gebeuren in het leven, wat voor emoties we meemaken, hoe we daar misschien mee omgaan. Dus het belangrijkste is om daar alert op te zijn en daarover in gesprek te zijn samen. Ja. Hè, mensen moeten het natuurlijk allemaal zelf doen, maar ze hoeven het echt niet alleen te doen. Ja. Ja, dat is denk ik wel de belangrijke boodschap. Ja, nou, dat is een mooie boodschap. Was ook de laatste vraag. Dus ik zie niks meer verschijnen, dus ik wil het hier dan bij afsluiten. En jullie enorm bedanken voor jullie input en het beantwoorden van alle vragen. Graag gedaan.